Deal. De Albi Digit Groep biedt via 4 bedrijven het complete pakket voor digitale archivering, informatiebeheer en opslag van papieren archieven. Digitaliseren is veel lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Nou, wat ze niet doorhebben is dat ze gewoon vaak denken van oké, we scannen het in, we digitaliseren het. En je kunt altijd overal op zoeken, je vindt altijd alles terug. Maar het mogen duidelijk zijn dat als ik hier stapels papier heb liggen, dan zie ik die visualiseer ik. Ik heb het beeld, maar als ze in een kastje zitten, in een computer zitten, nou, dan zie ik niks zitten. Dus dan moet ik er echt naar gaan zoeken. Dus als ik het niet goed geregeld heb, dan betekent het zoeken. En wij praten liever over vinden, dus wij stellen beschikbaar op het moment dat het nodig is. Naast archivering en digitalisering verlenen de 100 medewerkers ook andere diensten, zoals interim management, trainingen en applicatiebeheer. We hebben Tennet in Arnhem, nou de beheerder van het energienetwerk in Nederland. Nou, dat doen we ook al sinds enkele jaren. Scannen we daar alle facturen, de inkoopfacturen van Tennet, scannen we voor hun in. En onze software leest eigenlijk de gegevens op die factuur. En het kan zelfs zover gaan dat de software ook controleert met de order database of inderdaad gefactureerd wordt wat je besteld en geleverd is. Dus je hebt geen data entry meer nodig. De post komt hier binnen, wij scannen hem in en stellen hem diezelfde ochtend nog op het afgesproken tijdschip digitaal beschikbaar. Dus Tennet krijgt van ons de images van de factuur om in te lezen in het financiële systeem met de metergegevens. Dus hoeven we geen handmatige data entry meer te doen. Ook Philips, DSM en het ministerie van Economische Zaken zijn klanten bij Albi Digit. Het bedrijf dat nog lang niet is uitgegroeid.